Bij een ongeval in Asten is vrijdagmiddag de bestuurder van een scootmobiel om het leven gekomen. De man werd rond 3:50 op de Dennendijk aangereden door een grote graafmachine. Meerdere ambulances, de brandweer en zelfs een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen, maar ze konden het leven van het slachtoffer niet meer redden. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het fatale ongeval.